De invasie van Rusland in Oekraïne is vandaag een verschrikkelijk feit. Het is één van die momenten in de geschiedenis die we ons nog lang zullen heugen. We hebben vurig gehoopt en gebeden dat het niet zo ver zou komen. Dorcas is al 25 jaar actief in de Oekraïne met programma's gericht op mensen in grote armoede en op mensen die eerder moesten vluchten voor het geweld in de regio Donbass in Oekraïne. Maar wat we nu zien is nog een veel grotere humanitaire ramp. Heel veel mensen zullen de gevolgen van deze verschrikkelijke oorlog ervaren. In de weken en dagen voor de invasie waren we begonnen met de voorbereidingen voor een hulpoperatie in geval mensen van huis en haard moesten vluchten voor het oorlogsgeweld. Want dat is, vrees ik, het effect van deze invasie in de komende dagen en weken. Heel veel mensen in de Oekraïne zullen persoonlijk worden getroffen. Onze landendirecteur ter plaatse zei vanmorgen: dit is een nachtmerrie. Alles is nu onzeker. Als Dorcas zullen we alles doen wat mogelijk is om hen te helpen. Daarom doe ik een dringend beroep op u. Wilt u bidden voor de mensen in Oekraïne? En wilt u ons steunen en hulp te bieden? Dank u wel.